Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het derde deel van een reeks van vier met als thema Geroepen tot een taak. Deze reeks gaat over vragen als: Hoe word je geroepen in je kerkelijke gemeente? Kan ik voor zoiets weigeren als ik gevraagd of gestemd word? Ben ik er wel geschikt voor? Dit derde deel gaat over geroepen tot zending. Het volgende fragment gaat over Sanne en Jorg, die in gesprek zijn met een zendingsorganisatie. Ze willen graag uitgezonden worden naar Papua. Het gesprek loopt echter anders dan gedacht. In Papua hebben we momenteel geen vacature. Het is zelfs de vraag of daar ooit nog een vacature komt. Maar zouden jullie geen interesse hebben in bijvoorbeeld Latijns-Amerika? We zijn bereid om waar dan ook heen te gaan als we daarvoor geroepen worden. De mensen uit Papua hebben echter een speciaal plekje in ons hart. We geloven dat we daarheen moeten, dat we hen moeten helpen. Hoe komt dat dan? We kennen de mensen. En het was in Papua dat we ons voor het eerst geroepen wisten voor de zending. In de Bijbel krijgen de volgelingen van Jezus de opdracht het goede nieuws overal te gaan verkondigen. In het begin gebeurde dat door de ooggetuigen van Jezus rondtrekken op aarde. Een bijzondere plaats neemt Paulus in. Hij schrijft zelf over zijn roeping in Romeinen 15 vers 14 tot 33. We lezen dat gedeelte in de Herziene Statenvertaling. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen, en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan, van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe het Evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er een eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar U toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de Heilige te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Agaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van Christus zal komen. En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus, en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de Heilige welgevallig is, zodat ik met blijdschap naar u toe kom. Door de wil van God en bij u tot rust zou mogen komen. En de God van de vrede zij met u allen. Amen. De Bijbelstudie heeft als titel Springplank naar Spanje. De kentekst is vers 20. En evenzo stelde ik er een eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Waarom schrijft die Paulus nu een brief aan een gemeente die hem totaal onbekend is? Hij is nog nooit in Rome geweest. En toch schrijft hij deze gemeente een brief. Niet zomaar een brief, maar een brief met diepgang, waarin hij allerlei lastige punten aan de orde stelt. Paulus geeft dan ook een uitgebreide motivatie voor het schrijven van de brief. Nu het Evangelie verkondigd wordt onder alle volken, heeft Paulus het verlangen om de gemeente van Rome te bezoeken. Hij zou graag ook daar het Evangelie willen verkondigen. Door allerlei omstandigheden was het er echter nog niet van gekomen. Paulus schrijft daarover in het eerste hoofdstuk van zijn brief. In Romeinen 15 gaat Paulus in op zijn motivatie om naar Rome te willen reizen. De leden van de gemeente van Rome zijn zelf goed in staat om elkaar te leren en terecht te wijzen, zo begint Paulus het gedeelte dat net is voorgelezen. Wat hij in zijn brief schrijft is niet nieuw voor hen, maar Paulus wil het hen graag weer onder de aandacht brengen. Hoewel hij de gemeente niet persoonlijk kent, heeft hij gezag dit te doen als apostel van de heidenen. Het offer dat Paulus aan God brengt is een zendingswerk, het toebrengen van heidenen. Dat is best iets om trots op te zijn. Echter niet als verdienste van Paulus, maar als verdienste van Christus. Christus heeft door middel van het werk van Paulus de heidenen tot gehoorzaamheid gebracht. Dat gebeurde door woord en werk, door wat Paulus zegt en door wat hij doet. Bij dat laatste moeten we ook denken aan de tekenen en wonderen die door hem gedaan zijn. Op die manier heeft hij gewerkt vanaf Jeruzalem tot aan Illyricum, aan de grenzen van de Adriatische Zee. Slechts die zee scheidde hem nog van de gemeente van Rome. Paulus' grote verlangen is om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Hij wil dat doen daar waar de naam van Christus nog niet eerder geklonken heeft. Paulus is een pionier. Hij bouwt niet voort op het werk van anderen, maar hij start het werk van het begin zelf op. Bij zijn bekering al was Paulus geroepen als apostel van de heidenen. Dat kunnen we lezen in Handelingen 9. Deze, dat is Paulus, is voor mij, het is God die hier spreekt, een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Paulus motiveert zijn verlangen tot het bedrijven van zending echter niet vanuit die roeping, maar vanuit de belofte van God uit het Oude Testament. Paulus begint zijn citaat met, zoals geschreven staat. Die belofte was dat God zijn knecht zou zenden. Hij zou vernederd en verhoogd worden, Isaiah 52. Zo zou het evangelie verkondigd worden aan mensen aan wie die boodschap nog niet was gebracht. Zij zouden zien en begrijpen, citeert Paulus. Het gaat niet in de eerste plaats om de roeping van Paulus, maar om de roeping van Christus. Hoewel Paulus dicht bij Rome was, is hij tot op heden verhinderd om te komen. Maar eerst gaat hij nog verder bij Rome vandaan, terug naar Jeruzalem. Hij gaat daar de collecte afdragen die gehouden is voor de armen in Jeruzalem. Daarna is het plan om naar Spanje af te reizen, om daar aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Op die reis, naar het westelijke deel van het grote Romeinse Rijk, wil hij eerst Rome aandoen. Paulus verwacht door de gemeente van Rome niet alleen bemoedigd te worden, maar ook ondersteuning voor zijn tocht naar Spanje te ontvangen. Paulus ziet uit naar die ontmoeting en verwacht ook dat het werk in Rome rijk gezegend zal worden. Op die manier zal de zendingsgemeente Rome als spoedig zendende gemeente worden. De gemeente die ontstaan is uit zendingswerk, maar nu zelf ook zendingswerkers gaat uitzenden. Deo volente, schreef Paulus ten slotte, als God het wil. Sanne en Jorg voelen zich geroepen voor Papua. Lang praten ze door over de mogelijkheden in Latijns-Amerika. Mexico lijkt hen boeiend, maar ook spannend. Maar de mensen in Mexico hebben niet de plaats in hun hart die de Papoea's hebben. Samen bidden ze en lezen de Bijbel, in de hoop dat het duidelijk wordt wat Gods weg voor hen is. Ze krijgen er geen licht over. Zo besluiten ze te blijven waar ze zijn. Sanne als kraamverzorgster. En Jorg als docent. Maar het verlangen blijft. In dit hoofdstuk lezen we over de kern van het zendingswerk: het evangelie brengen daar waar men het nog niet gehoord heeft. Dat was Paulus' verlangen. Het neemt niet weg dat er meer zendingswerk dan alleen kerkplanting gedaan moet worden. Paulus voelde zich niet te goed om ook in de bestaande gemeente van Rome het evangelie te verkondigen. Integendeel, dat was hem een grote vreugde. Hoewel er ook nu nog veel mensen zijn die niet van de weg tot zaligheid gehoord hebben, is ook het werk binnen de nieuw ontstane kerken van groot belang. Het uitdragen van de boodschap aan de nog niet bereikte medemens wordt meer en meer door lokale evangelisten uit de nieuwe gemeente gedaan. Het is natuurlijk belangrijk dat deze evangelisten de kennis en vaardigheden hebben om die taak op te pakken. De nadruk komt zo op toerusting te liggen. Een belangrijk gegeven uit het gelezen hoofdstuk is ook dat zending bestaat uit woord en daad. Er zijn veel meningen over de vraag hoe ver die daad zich uitstrekt. Betekent het vooral dat zendingswerkers het Evangelie niet alleen moeten preken, maar ook voor moeten leven? Of betekent het dat naast de Evangelieverkondiging ook hulpverleningsprojecten of misschien zelfs ontwikkelingsprojecten gestart moeten worden? Als het gaat om de vraag of je geroepen bent, is het minder van belang of we al die activiteiten zending mogen noemen. Van belang is dat God opdracht heeft gegeven om dat werk gestalte te geven en dat Hij daarvoor van mensen gebruik maakt. Lees bijvoorbeeld Matthäus 10, vers 42 en Galaten 6, vers 10. Mensen die tot hulpverlening of ontwikkelingswerk geroepen worden en naar dat werk geleid worden. In eerdere afleveringen hebben we het over roeping en leiding gehad. Net als bij roeping tot een ambt of bediening geldt dat bij zending ook van een roeping van buiten sprake moet zijn. Dat betekent dat je niet alleen van binnen het verlangen voelt om uit te gaan, maar dat ook de mogelijkheden geboden worden je ergens bij aan te sluiten. Als je bij zending en ontwikkelingswerk betrokken wordt, betekent het vaak dat je naar een ander land moet verhuizen. Dat is ingrijpend. Familie en vrienden en je eigen vertrouwde omgeving moet je verlaten. Je moet dan ook wel goed overwegen waar je aan begint. In tegenstelling tot in vroege dagen is het vaak mogelijk eerst het land te verkennen. Maar pas als je het zelf meemaakt, als je daadwerkelijk in een ander land woont en werkt, weet je wat het is. Het betekent ook dat je goed moet weten waarom je gaat. Als je het belangrijk vindt om je medemens over de redding door Christus te vertellen, waarom ga je dat dan niet in je eigen land doen? Wanneer kun je zeggen dat je voor zending geroepen bent? Net als Paulus is het belangrijk dat je kunt zeggen dat je verlangen hebt om dat werk te doen. Liefde tot God en je medemens is dan belangrijk. Daarnaast is het ook van belang dat je over de gaven en capaciteiten beschikt die in de zending nodig zijn. In de aflevering Geroepen en Studiekeuze hoorden we dat, dat juist Paulus bij uitstek geschikt was voor het werk onder de heidenen. Hoe specifiek moet zo'n roeping eigenlijk zijn? Is het voldoende om geroepen te worden om de zending in te gaan of word je geroepen voor een bepaald land of volk? Dat kan heel verschillend liggen. Bij Paulus zien we dat die roeping verschillende lagen heeft. In Handelingen 9 is die roeping nog heel breed. In Romeinen lezen we van het verlangen van Paulus om naar Rome te reizen en naar Spanje te gaan. Uit de Bijbeltekst blijkt dat hij zich geroepen voelde. Inderdaad is Paulus ook in Rome terechtgekomen, echter op een heel andere manier dan hij kon vermoeden toen hij de brief aan de Romeinen schreef. We weten niet of Paulus ooit in Spanje gekomen is. Paulus werd in zijn werk niet alleen geleid door een duidelijke roeping, maar juist ook door de omstandigheden. Het zendingswerk op Papua laat Sanne en Jorg niet los. Bij allerlei organisaties informeren ze naar de mogelijkheden. Zou bijbelvertaalwerk iets voor hen zijn? Of misschien meer de hulpverlening? Het is echt lastig voor hen. Maar ze blijven vast vertrouwen dat het God is die hun leven leidt. Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie over Gods plan in je leven... waar je beroepskeuze, het volgen van je roeping... En vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het derde deel van een reeks van vier met als thema Geroepen tot een taak. Het onderwerp van dit derde deel is Geroepen tot zending. Op koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio.twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel, dat gaat over geroepen tot vrijwilligerswerk. Ontdek meer van onze op podcast op twr.nl/slash podcast.